Voor het slachtoffer, de 56-jarige Ilke Reitsma, is bij zijn voetbalvereniging Blauw-Wiet in Ljouwert een condoleanceregister openen. Reitsma wie daar haast zijn hele leven lid. De man kwam vreedjoen om het leven bij een ongeluk op de Esdoornstritte dat hij met zijn 15-jarige dochter fietste. Beiden waren schept door een auto, bestuurd door een 39-jarige Ljouwter en zijn neef. De automobilist werd nu vertocht van deerslag. Hij wordt verdacht van doodslag omdat hij in een auto heeft gereden met te veel alcohol op, veel te hard en daardoor iemand dodelijk verwond heeft. Had hij zijn auto min of meer gebruikt als moordwapen? Bezorg je hem het op die manier? Ja, doordat hij in zo'n auto reed en daar iemand mee heeft aangereden die daardoor is overleden, kun je inderdaad wel stellen dat hij zijn auto gebruikt heeft als wapen. Reitsma stoor even letter in het ziekenhuis zijn dochter rekken zwier verwoenen. De impact is groot op nijbesteden en samenleving, vooral om te besturen fiesten te volle dronken hier. Het is wel zo dat hij erkent dat hij te veel drank op heeft gehad en daar ook een deel van de verantwoordelijkheid neerlegt. Hoeveel had hij dronken? Hij heeft bijna 4 keer de toegestaande hoeveelheid gebruikt. Dat is een heel soort. Dat is een heleboel, ja. Maar op het moment dat je zoveel alcohol gebruikt, dan kies je ook voor de gevolgen. Reitsma werken bij verzekeringsmaatschappij Egon, die tongensje mogelijk een stille tocht organiseren zal voor eigen meiwerkers. Ek voetbalclub Cambuur zult dit weekend stilstaan bij het drama. Ilke was met Annemieke onderweg naar Cambuur toe naar de wedstrijd. De beide jongens zaten in het stadion, het gezin had allemaal seizoenkaart. En dat heeft Cambuur zo aangegrepen dat die vinden dat zij ook wat moeten doen aan dit verschrikkelijke ongeval. En zij zullen een minuut stil te houden en met rouwbanden voetballen.